met drones, touwen en een laserlamp het avansterrein aan de hogeschoollaan zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Dat is het doel van bedrijf Drogo, die in opdracht van de hogeschool de ganzenoverlast aanpakt. Nou ja, wat we dus hebben, dat touw gespannen, eigenlijk als extra verjaagmiddel uit de vijver, want daar voelen ze zich normaal heel veilig. En eigenlijk, daar wil je ze ook uithalen. Dus wat we doen, dat touw, eigenlijk door die te spannen, komt hij met hoge snelheid op ze af. Dat vinden ze vaak zo eng dat ze daar van wegvliegen. Zodoende ook hier weer de touwtjes die ze niet tegenhouden, maar het geen lekkere locatie maken om rustig te gaan zitten. Want het belemmert gewoon hun vluchtroutes. En dat is eigenlijk wat we overal proberen te doen. Het lastiger maken om relaxed te zitten, zodat ze niet van een andere plek gaan zoeken. We doen ons best om dit zo diervriendelijk mogelijk te doen. Kijk, iedereen heeft daar een andere mening over. Sommige mensen zeggen verjagen is niet diervriendelijk. Ik ben zelf van mening ten opzichte van de alternatieven die er zijn, is dit zo diervriendelijk als we het kunnen maken. Jacht is een van de gebruikte alternatieven. Ruiming wordt ook vaak gedaan, waarbij gewoon, in dit geval zou het gaan om 30 tot 100 ganzen die dan gewoon vergast worden. Dus dat is een van de alternatieven. En hier kiest Avans eigenlijk voor een diervriendelijke oplossing, waarbij de dieren blijven leven, maar niet hier de overlast veroorzaken. We lezen een heel effectief middel in de schemer in het donker, om ganzen echt op grote afstanden al te kunnen verjagen. Ze vinden het niet fijn, maar de reactie die je s'nachts eigenlijk hebt, of in de schemering, je ziet dat ze reageren. Hier heb ik door dat het niet zo hard gaat, dus dan zijn die ganzen ook... En ineens wordt het echt op een gegeven moment een kat-en-muisspelletje. Al jaren kampt Avans met de ganzenoverlast die een toppunt bereikt tijdens het broedseizoen, waarbij studenten en medewerkers door de beesten werden aangevallen. Maar omdat ze geen nesten en eieren hebben, zijn ze een stuk minder agressief en daardoor ook makkelijker te benaderen voor andere mensen die er langs moeten. En wat ik van Avans hoor is dat de hoeveelheid overlast ook sterk verminderd is.